Alors, Jean-Fabien, vous êtes voyant, n'est-ce pas? Exactement, je prévois l'avenir. Et celle-là? Hein? Tu l'as prévu, celle-là? Voyez, Jules Edouard, pas besoin de long débat pour démystifier les charlatans. So I fucked your bitch, you fat motherfucker. Westside, bad boy killers. Okay, go! They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, 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 trying to catch me riding dirty. As the 0-1 from Hernandez. Look out, swim on and miss, and the bat going flying, and a great grab by a fan. In the stands. I mean, that bat went probably 120 feet. And he held on to the rear. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Phones ringing blood. Phones popping, I got customers. Run the ends on the wood of hustlers. Roam in the dark like burglars. Flow so sick like murderers. Cause I make money, don't act funny. From BC, yeah, I'm a real brummy. You can never ever take man for no dummy. New in the game, but I remain hungry. I'm a criminal, but never been convicted. Some say that my... Would your kids take free ice cream from a man they didn't know? Hey guys. Hi. I'm Matt the Ice Cream Man. What are you guys doing? We're doing a thank you card. Wow, that's awesome, guys. Thank you. You know what? I usually give out free ice cream to anyone who does things for the troops. Would you guys like some? I could show you guys the freezers. I could show you how the music works and everything. Go ahead. While Dallas marches right in, oh, God. Maya hesitates, looks around, unsure of what to do. It's all right. Then, she climbs in. They finish with the tour. Bye. And as soon as our ice cream man leaves... Bye, guys. Bye. Keep doing the good work. Maya tells her brother something just isn't right. Dallas, we don't know him. Stranger danger. Ice cream. You're in big trouble. One way. Niggas in Compton, Wax or South Central. Never ever once have you ran with the turf. But yet in every verse claim you used to. You're drinking Dr. Pepper right now. That's exactly right. That stuff is good. It's got sugar in it, and two doctors have told me that if I drink it, I will die, but they died first. Hold up. Hey, well, my niggas will be thinking we soft. We don't play. It's
the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Cause I'm bad for your health. I come real stealth, dropping bombs on your moms. Fuck call alarms. Do a foul crime, I'm the nigga with your Alpine. So the 4-6-0. So- Zeventien jaar geleden presenteerde Erik Hartman de succesvolle talkshow Boomerang. Een programma dat voor de nodige opschudding zorgde. Marijke was 18 toen een dokter tijdens een routineoperatie haar ruggenmerg onherroepelijk beschadigde. Valère werd het slachtoffer van een verstrooide assistent. Ik ben bij Boomerang en vandaag zullen we het hebben over medische blunders. Boomerang, dat was ik. Boomerang was van mij. Het was het allereerste programma op televisie waarin open en bloot over verdriet, over emotie werd gesproken. Over seksualiteit ook wel, over alles eigenlijk, maar zo open. Het was een programma dat controversies teweeg bracht. Het was een live programma. Het werd met argusogen gevolgd. Ik wist van zodra ik een misstap zou begaan, ja, dat ik eraan zou gaan. En tijdens mijn programma over medische blunders liep het behoorlijk fout. Wat is er precies gebeurd bij jou, Marijke? Ik ben opgenomen voor een goedaardig gespel. Ik ben geopereerd en mijn humeurtje is geraakt. We komen zo dadelijk bij jou terug. Valère, jij ging naar het ziekenhuis voor een eenvoudige behandeling. Ja, wat was dat precies? Excuseer. Wel, ik had dus enorm veel last van keelontstekingen. Mm-hmm. En dat had blijkbaar te maken met mijn amandelen. Met uw amandelen. En mijn dokter heeft mij dus aangeraden om een operatie te laten gebeuren. En met dit als gevolg. Valère was mismeesterd aan zijn stembanden. En toen hij mij aansprak, ja, er kwam zo'n gek geluid uit. Ik moest zo ontzettend lachen. Maar ik wist natuurlijk van, ik mag hier niet lachen. Ik mag hier niet lachen. Dus ik probeerde mijn lach in te houden. Maar hoe meer ik mij probeerde te concentreren op de ernst, ja, hoe meer ik voelde van, dit hou ik hier niet uit, dit hou ik niet uit. Het was afschuwelijk. Marijke, jij had een normaal leven daarvoor. En toen plots kom je uit narcose en dan merk je dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe reageer je daar dan op? Ja, eerst met heel veel ongeloof. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Excuseer. Wat dan? Ongeloof is eigenlijk het juiste woord wat Marijke hier hanteert. Omdat, dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording. Dat ik dacht, dat kan niet. Excuseer. Excuseer, dames en heren. Dus, je probeert dan terug je toekomst. Ik begrijp echt niet wat er helemaal aan het gebeuren is. Excuseer. Valère, sorry, echt. Sorry. Excuseer, dames en heren. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld, seksualiteit ook een groot probleem bijvoorbeeld wordt. Ja, mijn vriend heeft het gewoon gedaan gemaakt. En ik neem hem daar ook niet kwalijk. Mm-hmm. Plus het feit, als je met seks omgaat, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Ja. Ja, ik vind dus dat dit echt niet kan, hoor. Ik bedoel, maar nee, maar we moeten.
Moeten we nu nog antwoorden of niet? Want... Oh, wait, wait. Ja, dat is echt een zwijgend liever. Excuseer. Ik ben thuis bij de excuses hiervoor. We hadden een vraag uit het publiek aan de... Ja, meneer, je had een opmerking, een... Ik heb het zelf gedaan. Ik ben eigenlijk bij een vrij eenvoudige ingreep ook gekwetst geraakt aan de stemman. Maar... Ik vind dus dat dit niet kan horen, dat gebeuren is dat dat... Ik vind het vrij ergerlijk, meneer. Er gedurende een half uur. Dit kan, dit kan voor mij absoluut niet. Uitgelacht te worden, vlak in het Het was een complot. Men wou mij gewoon weg. Er waren genoeg indicaties voor. Normaal gezien kan ik mijn programma altijd rustig voorbereiden met de praatgasten die avond convalair er zo gezegd niet op tijd zijn. Plots stond de voltallige BRT-directie daar binnen. Ik werd op staande voet ontslagen en... Boemerang werd afgevoerd. En het was het einde van mijn carrière. Enfin, van mijn televisiecarrière. Dit is nog steeds Radio Randstad 103.4 FM met DJ Boemerang. Ik ben hier speciaal voor al jullie vragen, verzoekjes, probleempjes. Wil je iets kopen of verkopen? Het kan allemaal. Werp een vraag en DJ Boemerang gooit een antwoord terug. I'm riding in your car. You turn on the radio. You're pulling me close. I just say no. I say I don't like it, but you know I'm a liar. You little stupid ass bitch, I ain't fucking with you. You little dumb ass bitch, I ain't fucking with you. Bye, have a great time. Johnny. Yeah. Sorry to tell you that you have to return to your life of debt. Yeah. The people clap loud when you win a Grammy. They clap louder when you win an Oscar. But the people clap the loudest when you fall. And Champ got knocked out today. There are some last words that I'd like to say to the group. Guys, I don't care how tough you think you are, nothing hits harder than life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward, okay? And don't be pointing fingers saying, I'm not where I need to be because of him or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you. I got a kid in my fucking car, and you're driving like an asshole and you want to videotape me? Fuck you! Is that all? I start busting and they scatter like water bugs. Cause these west side niggas is harder thugs. Enslave us, but nothing can save us. Добрый день. Здрасте. Представьте, пожалуйста. Борис. Да, пожалуйста, продемонстрируйте ваше мастерство, ваше умение. Ну, я попробую что-нибудь сделать. Спасибо. Hold up. All my niggas who be thinking we saw. Them wheels fall off. Hold up, hey. All my niggas who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey, smoke weed every day. Hold up. Oh.
Here we are on the streets of Edinburgh. My pockets are literally bursting at the seams full of cash, ready to give to the people of Edinburgh. Lady in red. Hello, madam. I want to give you some free cash. Free cash. Fiver for you. No catch. Wow, that was a reaction. I just wanna fuck bad bitches. All them nights I never had bitches. Now I'm all up in that ass, bitches. Mad at your boyfriend, ain't you? You's a bad girl, gotta spank you. America, truly the greatest country in the world. And the greatest holiday in the world is the day we remember the birth of this wonderful nation. I'm Jack English, and this 4th of July, celebrate our independence with the most American thing you can do, telling the British to shove it up their ass. And yet, things may not finish as we thought they would. For sometimes the weak are capable of cunning dissimulation. Let's talk about your options. Okay. Kel. Yes. Focus. I am. Like, I'm listening to what you're saying, but I only hear what I want to. That's just called being a woman. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! You know I'm mobbing with the D-R-E. Yeah, yeah, yeah. You know who's back. Met dove ouders moet je altijd goed opletten. Soms word ik daar helemaal gek van. Maar soms is het ook handig om dove ouders te hebben. Bitches ain't shit but hoes and tricks. Bitches ain't shit but hoes and tricks. Mr. Speaker, on Monday the Prime Minister announced his retirement plans. And he said
and he said it was because he believed in giving straight answers to straight questions. Now, after 5 years of Prime Minister's questions, that was music to my ears, Mr. Speaker. So here's a straight question. Will he now rule out a rise in VAT? In 43 days' time, I plan to arrange his retirement, Mr. Speaker.